Deventer is een prachtige culturele stad, heeft een zeer culturele historie. Denk maar aan de uh, moderne devotie, denk aan, uh, aan de grafische industrie. Uh, het is een, heeft een prachtige binnenstad. Uh, er lopen altijd, uh, wanneer je ook door de stad loopt, lopen er uh, toeristen rond. Uh, dus ja, Deventer heeft zonder meer behoefte aan een, uh, aan een uh, museum. En daarom zullen er in het Hegius aan de nieuwe markt negen luxe appartementen en een ICA's Museum voor Hedendaagse Kunst komen. ICA's staat voor European Institute for Contemporary Art and Science. Architect Hans van Heeswijk gaat aan de slag met de transformatie van het pand. Eerder verbond van Heeswijk zich al als architect aan onder meer Museum Moor in Gorssel, de Hermitage in Amsterdam, de onderdoorgang van het Mauritshuis in Den Haag. En het entreegebouw van het Van Gogh Museum. De invulling en het initiatief voor het museum komt in handen van Koos Hoogland. Hij en Van Heeswijk zullen nauw samenwerken met de eigenaar van het pand 1618 Vastgoed. Uh, vorig jaar hebben wij een uh, expositie georganiseerd in de gasfabriek. Uh, dat was het moment van contact met Gaby Bos. Uh, toen waren we bezig met een aantal andere panden om te kijken waar uh, EICAS zich kon vestigen. Maar uh, toen kwam Gaby met het voorstel om gezamenlijk uh, in te schrijven op, uh, op de verkoop uh, van de gemeente op het Hegius. En de architect... Uh, ja, die is in beeld gekomen omdat uh, als je iets met een museum wil, bouwkundig, dan kan je niet om Hans van Heeswijk heen. In de uh, onderste twee lagen, plus het Souterrain, daar komt een museum met een oppervlakte van ongeveer 2300 vierkante meter. En in de bovenste laag en onder de kap, uh, daar komen appartementen. Het museum krijgt volgens Hoogland een Europese uitstraling. En zal bestaan uit naoorlogse hedendaagse kunst rond de zero-stroming. In de eerste plaats is nul en zero: dat zijn uh, stromingen, Duitse en Nederlandse stromingen, met uh, Europese uh, vertakkingen. Uh, dus dat, dat brengt al een Europees verhaal uh, met zich mee. In de tweede plaats uh, de science. Het is dus ICAS, dus de S van Science. Daarvoor hebben we dus samen met Carla Delfos, een van de leden van de Raad van Bestuur, Raad van Advies, pardon. We een, zijn we een programma aan het ontwikkelen met een aantal Europese opleiding, opleidingen op het, kunstonderwijs, het gebied van kunstonderwijs. Ja. Maar wat typeert die zero-stroming? Ik noem het altijd ja, een, een, een vorm van abstracte kunst. En het is dus ontstaan na de oorlog. Toen de kunstenaars eigenlijk, of deze kunststroming eigenlijk helemaal opnieuw wilde beginnen. Van de grond af opnieuw weer opbouwen. En daarom heet het dus 0 en 0. Als ik de naam Armando noem, dan zegt iedereen van ja, die, daar heb ik onlangs van gehoord, hij is onlangs overleden. Jan Schoonhoven is natuurlijk een hele bekende. Uh, Henk Peters is dus de initiator destijds van de Nulbeweging. Uh, Jan, Jan Hendriksen, uh, dat zijn dus de, de, de grote Nederlandse namen. Dan heb je dus een uh, uh, aantal Duitse namen: uh, Otto, uh, Piene, Oeker. En dat zijn uh, namen die over de, hele wereld, uh, over de hele wereld bekend zijn. Het museum, dat zonder overheidssteun gaat draaien, hoopt op 100.000 bezoekers per jaar. Het gebouw is er nu. En twee nog anonieme collectioneurs hebben aangegeven kunst beschikbaar te willen stellen. Alleen geld is nog een uitdaging. Er is geen enkel museum in Nederland, zelfs het Van Gogh Museum met 3,5 miljoen bezoekers per jaar, wat kan bestaan van de entreegelden, de kaartjesverkoop, de museumwinkel en het museumcafé. Er is dus altijd, altijd is nodig dat er. Uh, ik noem het maar even verlichte elite, dat er vermogende particulieren zijn, dat er industriëlen zijn, ondernemers zijn, die goed hebben geboerd in, in de regio en die dus graag iets uh, willen terugdoen voor de gemeenschap. Uh, daar zijn we dus nu op het ogenblik uh, uh, naar op zoek, zeg maar. daar zijn we mee in gesprek en ik verwacht dat we uh, daar uh, ja, de komende maanden uh, uh, succes mee boeken. De opening van het museum staat gepland in het najaar van 2020.